Kinshasa, de hoofdstad van Congo, telt heel veel arme wijken waar duizenden mensen dicht op elkaar wonen. In een van de armste buurten van de stad neemt verpleger Constant van Damianaxi me mee naar het huisje van Ketia. Ze woont hier samen met haar drie broers, haar zusje en haar mama. Ketia is maar 11 jaar oud en toch moet ze bijna de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werken. Bonjour Ketia. Bonjour. Tu habites ici? Oui, j'habite ici. Avec qui? Avec mon maman, avec mes petits frères. Ketia, j'ai entendu que tu aides ta mère parfois. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare, je lave mes petits frères, je donne à manger. Wow! Tijd om te spelen of naar school te gaan is er niet. Ketia moet haar zieke broertje verzorgen en ook nog koken voor de hele familie. Vandaag maakt Ketia vis klaar. Oh, en het ruikt heerlijk. Tu peux manger? Oui, je peux. Mais j'aime bien. Ça va aller? Merci. On va manger. Ketia, lave d'abord les mains, toi. Ah, natuurlijk. Eerst de handen wassen. Dat moeten wij ook doen in België, hè? Dat is proper. Bon appétit. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ketia en haar familie zijn heel arm. Vaak hebben ze niet veel te eten en toch zijn ze heel gastvrij en willen ze het kleine beetje voedsel dat ze hebben met mij delen. Het eten is heel eenvoudig, maar lekker. Je moet het maar doen. Zeker wanneer ik van verpleger Constant van Damianaxi te horen krijg hoe erg de kinderen er hier aan toe zijn. Je zou het misschien niet zeggen, maar Ketia en haar broertje die zijn ook ziek. Ils sont malades, oui? Oui, les deux sont malades. Et quand vous regardez de près, regardez, il y a une tache ici. Hein? Regardez. Oui. Vous voyez une petite tache là. Et c'est à cause de la lèpre? C'est la lèpre. Et il est resté à côté d'un ancien malade lépreux. C'est comme ça qu'il a attrapé la maladie. Maar gelukkig is het nog maar in het beginstadium. En is de dokter er heel snel bij en kunnen ze medicatie geven. On va prendre le médicament pour 6 mois et après ça va terminer. En na 6 maanden zijn ze er weer door. Kijk goed. Oui.